Welkom bij alweer een nieuwe slash van Nieuwe Honden Sterren Show. Vandaag gaan we eens kijken bij de niet-KTM-opleidingen. We gaan kijken bij beveiliging, leisure en kappersopleiding. Mediavormgeving, horeca en facilitaire dienstverlening. Maar eerst gaan we eens kijken bij beveiliging en leisure. Mijn naam is Christel van Montfort, ik ben 21 jaar en ik volg de opleiding HTVP. Hier in Heerlen, dat staat voor handhaving, toezicht, veiligheid met een politiemodule. We zullen voornamelijk buiten bij het parkeer aanwezig zijn en binnen een beetje de veiligheid voor de mensen te waarborgen. Buiten zullen we in de gaten houden dat mensen genoeg parkeerplaatsen hebben en we zullen ze ook wijzen op de vrije parkeerplaatsen die er zijn. En binnen zullen we ook de mensen te woord staan als ze vragen hebben. Ik ben Talita Jansen, ik ben 18 jaar en ik volg de opleiding Leisure and Hospitality in Heerlen. Wij verzorgen de dans, de openingsdans en de einddans. En wij moeten natuurlijk onze dansstijl aanpassen aan de jaren 80. Het moet wel terugkomen in het thema. Zo te zien zijn beveiliging en leisure helemaal klaar voor de Nieuwe Hondensterrenshow. En nu de kappersopleiding en mediavormgeving. Wat doen hun tijdens de Nieuwe Hondenshow? Laten we eens gaan kijken wat hun gaan doen. Mijn naam is Charity en ik doe de kappersopleiding. Mijn bezigheid is daar de mensen de haren doen en een beetje te stylen. Vooral uitbundige kapsels, het opgestoken, een beetje getoupeerd. Ik ben Ramke Bronsen. Ik volg de opleiding Media Vormgeving in Sittard. In het verband met Nieuwe Honden hebben we bezigheden hebben we flyer hebben gemaakt voor Nieuwe Honden. En daar werden er ongeveer een 20-tal gepresenteerd en daaruit werd er in gekozen. Ik moet rekening houden met de huisstijl van Nieuwe Honden. Wat moet er echt in komen en wat niet. Dus een beetje inderdaad in de stijl van het format. En is het leesbaar? Valt het goed op? Hoe kan je het simpel houden? Wat trekt als eerste de aandacht? Dat zijn eigenlijk de belangrijke stappen. Zo, dit waren de kappersopleiding en mediavormgeving. Maar we hebben nog twee opleidingen. Oh ja? Ja, we hebben nog horeca en facilitaire dienstverlening. Laten we eens kijken wat zij moeten doen voor nieuwe honden. Ik ben Carmen Blommers. Ik doe de opleiding leidinggevende keuken niveau 4. Wij verzorgen samen met twee andere klasgenoten de catering voor die avond. Nee, wij zijn vooral bezig met de voorbereiding. Omdat dat eigenlijk vrijwel onmogelijk is om voor 150 man op een avondje tijd dat eten te maken. Mijn naam is Mike Boest en ik ben momenteel derdejaars student op de opleiding facilitaire leidinggevende. Wij houden ons bezig met het faciliteren van het evenement. Dit betekent dat we moeten zorgen voor de crew catering, ook voor de schoonmaak. En verder ook parkeergelegenheden regelen en beveiliging van het evenement. We moeten verschillende offertes gaan aanvragen, bijvoorbeeld voor de dranken. Verder moeten we ook bij beveiliging kijken dat er een gecertificeerd iemand hier rondloopt die alles in de gaten houdt en de leerlingen van beveiliging doet aansturen. Dus daar houden we ons vooral mee bezig. Dit waren alle opleidingen en ze lopen goed op schema. Zij zijn klaar voor de Nieuwe Hondensterrenshow. Dit was het dan weer voor vandaag. We wensen u een fijne week en tot woensdag. Ik heb ze! Zoals jullie zien heb ik de weddenschap gewonnen. Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft om deze 1000 likes te halen. En deze hou ik dan terug. Thanks.